De Rozenknoop tussen Feyenoord en IJsselmonde wordt tot en met september 2024 gerenoveerd. Hierdoor is de verbinding Laan op Zuid-Varkenoordse viaduct tot eind oktober 2023 dicht voor auto's, trams en bussen. Om makkelijker op bestemming te komen, rijdt er een pendelbus langs belangrijke plekken in Feyenoord en een deel van IJsselmonde. Iedereen mag gratis mee en ouderen en minder valide hebben voorrang. De pendelbus, lijn 613, rijdt 2 keer per uur. Van maandag tot en met zaterdag tussen 9 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. Je vindt de dienstregeling van de pendelbus op rt.nl of in de OV-app. Kijk voor meer informatie op rotterdamonderweg.nl/rozenknoop.